Harm Vermeulen, voorzitter van de Meldse Handbalvereniging. We kunnen spreken van een kentering bij het mannenhandbal sinds pas. Wij hebben afgelopen weekend het besluit moeten nemen om onze heren 1 selectie terug te trekken uit de eerste divisie. Omdat er voor het volgende seizoen geen representatief team meer op de been gebracht kan worden. Met pijn in het hart? Ja, met recht pijn in het hart. Ja. Kun je dat even toelichten, hoe dat zo gekomen is dat jongens gaan stoppen, maar ook dat er weinig aanwas is? Ja, ten eerste is het, je hebt een man of 14 nodig. En binnen het huidige team hebben een aantal mensen aangegeven te stoppen. En dat zijn ook al mensen die ook al jaren in het eerste spelen, die ook vanwege gezinssituaties en werk andere keuzes gaan maken. En dan heb je natuurlijk het handbal in de regio, wat qua niveau, wat ook nog wel op een redelijk niveau zit. Hè. En HABO en Olympia spelen echt een hele mooie pot handbal. Maar dan heb je de toppen in de regio er wel bovenuit. Ja. En qua spelers is de aanwas, het is er niet meer wat het 10 jaar geleden was. Ja. Het is niet zo dat ik, wat ik al eerder zei, dat het een sneeuwbaleffect is van als jij stopt, stop ik ook. Nee, dat is het niet geweest. Het is een bewuste keuze van een aantal spelers geweest. Die voor hunzelf de keuze hebben gemaakt om te stoppen. Ja, en dat is hun goed recht. En alleen maar waardering voor alle inzet die er geweest is. Nogmaals met pijn in het hart, want jullie hebben fantastische jaren achter de rug. Ja, we hebben fantastische jaren gehad. Echt hele mooie dingen gehad hier. We hebben hier op de drempel van de Eredivisie gestaan. We hebben hier bekerwedstrijden tegen Volendam en tegen Alsmeer en tegen ENO mogen spelen. Ja, dat is geweldig. Dan zit het hier vol en het leeft ook. Hè? Ja. Natuurlijk trouwe supporters, de hele vereniging heeft het heel hoog voor met de vaandelteams allebei. Ja. En dat zijn echt de idolen van de D-jeugd, zeg maar rustig. Ja, ja, en dat is geen fijn besluit wat je dan helaas moet nemen als bestuur. Ja. Wij hebben besloten om geen nieuwe inschrijving voor de eerste divisie te doen. Dat wil zoveel zeggen als dat je jezelf dus terugtrekt. Nou ja, wegens regels die dan volgen of die dan gevolgd worden door het NHV, het Nederlands Handbalverbond. Door die degradatie, vrijwillig, krijg je dan een plek in de tweede klasse toegewezen. Ja. Dan ga je dus 4 klassen omlaag. Ja. Het is opmerkelijk dat je ook niet aanwas hebt vanuit de jeugd, waardoor je niet zo ver terug zou hoeven te stappen? Nee, klopt, maar dit is al jaren het probleem. Het verschil tussen een heren 2 en een heren 1. Heren 2 speelt derde klas en heren 1 speelt eerste divisie. En de A-jeugd is ook niet op dat niveau. De aanwas in die groep jeugd, die is gewoon moeilijk. We hebben in het verleden wel van die talentengroepjes gehad, zeg maar, die dan in één keer met z'n allen kwamen handballen. En waarvan er dan altijd wel een paar bleven hangen. Want je moet eigenlijk een paar de downstemming nu doorbreken, denk ik, hè? Ja, daar moeten we even doorheen. Het was een zwaar weekend voor, ook vooral voor de spelers. Hè. Ik bedoel, er is nog een groep van een 7 man die eigenlijk gewoon niks liever wil als handballen. En dat snap ik. Ik zou de eerste zijn die zegt, oh jongens, als we toch 12 man hadden, alsjeblieft, heel graag. Ja. Rustig hergroeperen, zeg maar. En dan, we gaan gewoon verder, want we hebben een hele mooie vereniging. Door ons dames 1, daar klopt het beleid van de kleinste jeugd tot aan het eerste. Ja. En dat is ook waarop de manier waarop wij verder willen. Kan ik misschien nog even benadrukken, we hebben het nu steeds over de herenafdeling gehad. Hè? Mm-hmm. Daarentegen staat het succes van de dames, hè? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Daar, die draait bovenin mee. We zijn heel blij met de verlenging van Marcel Iedink, onze trainer dames 1. Ja. Vanaf de jongste jeugd tot aan de dames 1 is de lijn in opvolging is er. Ja, en dat is het beleid wat wij een jaar, denk ik al meer dan 10 jaar geleden in hebben gezet. Ja. Je ziet dat het heel veel tijd nodig heeft, maar dat dan nu echt wel aan die kant gelukkig wel zijn vruchten afwerpt.